Hallo kijkers van Nieuwte, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met 60 Seconds. Verandering, zijn we volgens mij bezig geweest met de challenge en nog even classic in volgens mij survival. Deze keer wil ik het denken geworden dus even de apocalypse van Little Boy Esplier. Dus gaan we nu eens even weer doen. Dus het wordt weer gewoon even lekker scavenge dit en dat, dus en zo. Dus ja, ik heb in ieder geval wel veel zin om deze serie weer te doen. Ja, dit is zeer weer te doen. Ik doe het bijna iedere dag weer. Maar dat maakt niet uit. Kijk, waar is de radio? Die moet ik sowieso wel hebben. Nou ja, ik pak gewoon. En meuk. Zo. Ik heb dat echt niet nodig, maar oké. Oh, daar is de radio. Nee. Ah, kut. Ik wil alleen op die flashlight. No. Nog een keer proberen dan. Dat heb ik wel eens vaker. Dan denk je van, oh, je hebt nog wel heel wat tijd. Nee. 60 seconden, dat ben je zo voorbij. Oh nee, dat is survival. Oké, hier is de radio en de bugspray. Oké. Boy Scout boek, is ook wel handig. Ik was er gewoon! Bullshit! Hallo? Ik was er gewoon! En dit vond ik ook nog best wel goed gaan, ook nog. Ik denk van, oh, dan heb ik nog wel even de tijd. Maar nee, die laatste seconde! Want ik was er wel! Oké, let's see.
Oh, deze twee zitten dicht bij elkaar. En de radio zit helemaal achterin, oké. Goed om te weten. Ik weet niet waar de map zich bevindt. Oh, daar is de map. Ah, de kat daar met dat fucking muik. Nee, dit is wel alles. Ik heb misschien niet een Boy Scout boek, dat weet ik niet. Maar dat moet dan maar. Want in de suitcase kan meestal ook nog wel wat zitten. Oh, nou, best wel een goede run. We hebben volgens mij bijna alles, behalve de kerstmask en de medkit. En we hebben behoorlijk veel. Alleen geen checkers en zo. Ook dat niet. Oh ja, kijk. Dat was een close one. Oh, dat zat al gewoon hier beneden. Dat is mooi. En in de suitcase zat dat. De eerste paar keren gaat altijd nog goed. Hopelijk op intimidation buiten is het natuurlijk nooit. Hoor, of ja, ze is altijd heel hoog op het begin. Nee, niemand gaat naar buiten. Gaat niet. Dat is geen logisch idee. We hebben geen medkit, dus we moeten even een beetje. Ja, de contamination is. Kijk, deze keer laten we gewoon eentje zitten. Oké, we hebben een glowing cockroach. Ja, eten daar kan ik wel wat langer mee doen. Dat water. Is irradiated. Mooi. Nou ja, mooi is het niet. Oké, alles behalve Timmy. De Boskaart boek. Pats. Gewoon te eventjes laten bellen of zo, iets in de richting. Zo is Tim nu alweer hongerig. Ik heb hem net nog eten gegeven. Ja, we hebben het enige ding wat we niet hebben, de gasmask.
Oh, wacht, 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 wacht. Goed dat ik het zag, want anders had ik een probleem. Goh. Oké, de Fallout is helemaal weg, laat ik maar zeggen. Zo, Timmy, je gaat gewoon naar buiten met helemaal niks in je handen. Zo, jullie twee krijgen te eten. Ammo, want het lijkt me niet een goed idee om een bugsprit te gaan gebruiken. Nou ja, de kogels zijn misschien weg, maar... Nee. Nou, we hebben een Boy Scout boek, dus op zich. Nou, Timmy is ook terug. Wat is die meegenomen? Maar niet veel. En de foto is er ook nog. Oh, we hebben twee water. Sure. Ah, dan moet ik echt eens mee ophouden. Oké, de kat is misschien wel een goed idee, maar... Is dat wat ik bedoel? Ja, nu hebben we binnenkort al wel eten weer nodig. Zegt. Ik heb geen medkit, dus ik kan dat niet helpen. Nou, water. Oké, mooi. Nee, laat ze dat maar niet proberen. Zo, het valt water.
Kom van het water. Hoe komen we aan zoveel water? Sure, Dolores, jij gaat. Er zijn overal wat geknald. Geen probleem. We hebben binnenkort wel echt eten in nodig. Ja, nu eigenlijk. Nee. Nee. Niet doen. Ik heb geen water nodig. Dus het is nee. Oké, eten. Yes, we hebben weer een beetje eten. Niet veel, maar we hebben wat te eten. Oh, de kerstmis. Is gezien, joh. Zien. Ja, Timmy, jij gaat maar naar buiten. Ik heb hem alvast even wat te drinken gegeven, mocht hij weggaan. Dat was wel een goed idee. En nu hebben we geen drinken meer. Laten we radio maar niet kapot maken, want er gebeurt wel eens. Wow. Nope, dat kan niet. We hebben geen bel. Ja, we hebben heel veel water, dus op zich zal het wel goed moeten komen.
Nou, we hebben weer eten gekregen. Mooi. Kan iedereen het eten. Hey, we hebben een uitkit. Mooi. En een bel. Nee. Oké, dat is een gegaan. Top einde. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef me een verhaal. En zie ik volgende keer weer. Later.